Dit is Nicoline. Ze schreef het proefschrift met de titel Towards a Prescription for Exercise for Persons with Parkinson's Disease. In dit filmpje nemen we u mee langs de achtergronden, uitvoering en resultaten van Nicolien's promotieonderzoek. Het is algemeen bekend dat de voordelen van sporten enorm zijn. Je krijgt er een betere conditie van, je slaapt beter en je kunt je gedachten beter ordenen. Ook kan sporten helpen om bestaande ziektes beter onder controle te krijgen. Denk aan suikerziekte, hoge bloeddruk, overgewicht en depressie. Daarnaast verlaag je met sporten je risico op het krijgen van uiteenlopende ziektes zoals hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, depressie en dementie. Tot slot vergroot je met bewegen je kans om langer te leven. Om mensen aan te moedigen de onmiskenbare vruchten van sporten te plukken, heeft de Gezondheidsraad beweegrichtlijnen opgesteld. Maar is dat voldoende? Denken aan sporten blijkt namelijk makkelijker dan het ook daadwerkelijk te gaan doen. Dat geldt voor gezonde mensen en voor mensen met Parkinson nog meer. Waarom dat is? Mensen met Parkinson die missen in hun hersenen een belangrijke stof, dopamine. En zonder dopamine vertraagt alles. Het bewegen, het denken en ook het nemen van initiatief. Je kunt je voorstellen dat het op de bank nog wat lekkerder zit als je Parkinson hebt. Maar als mensen met Parkinson niet bewegen, dan leidt dat gemakkelijk tot meer klachten en een vicieuze cirkel waarin mensen steeds minder actief worden en meer problemen krijgen. En dat terwijl er aanwijzingen zijn dat intensieve beweging de beschikbaarheid van dopamine verhoogt en mogelijk zelfs tot nieuwe verbindingen in de hersenen leidt. Om de drempel om van de bank af te komen te verlagen, wilde Nicoline onderzoeken of het haalbaar zou zijn om mensen met Parkinson thuis te laten trainen. Ze liet haar deelnemers daarbij 3 keer in de week 30 minuten lang op de home trainer trainen. Daarbij werden zij op afstand aangemoedigd door hun coach en prikkelden virtual reality en video's hun fiets in. Na een half jaar bleek dat mensen zich niet alleen trouw aan hun schema hielden, maar dat ook hun conditie aanzienlijk was verbeterd. Nicoline had de eerste horde genomen. Het was haalbaar om mensen thuis te laten trainen. Om uit te zoeken of deze vorm van intensieve conditietraining zichtbaar effect zou hebben op de Parkinson-symptomen, deed Nicoline een tweede onderzoek. Ze verdeelde een grote groep deelnemers over 2 groepen. De controlegroep deed thuis rek- en strekoefeningen en de interventiegroep stapte op de home trainer. Om de resultaten zo zuiver mogelijk te vergelijken, kregen beide groepen coaching en een motiverende app. Na een half jaar bewegen bleken de motorische symptomen van de home trainergroep niet achteruit te zijn gegaan. Dat is een bijzonder resultaat voor een ziekte waarbij je normaal gesproken achteruit gaat als je niks doet. De training had geen zichtbaar effect gehad op andere symptomen. Het is dus niet alleen haalbaar om thuis te trainen, het is ook effectief. Met Nicolien's promotieonderzoek is de wetenschappelijke basis om bewegen voor te schrijven als medicijn bij Parkinson gelegd. Heb je Parkinson en wil je gaan bewegen, dan heeft Nicoline nog een 4-tal afsluitende tips. Allereerst, kies een sport die bij jou past. Tip 2. Overleg met je dokter of specialist wat voor jou de beste doelhartslag is voor je training. Een Parkinson-hart klopt namelijk net iets anders dan een gewoon hart. Tip 3. Drink voldoende water. Daarmee kun je voorkomen dat je na het sporten licht in het hoofd wordt. En zorg sowieso voor een rustige cooling down. Tip 4. Motiveer jezelf. Door doelen af te spreken, motiverende apps, coaching of een sportmaatje. Nicoline heeft het belang om in beweging te komen aangetoond. Het mooie is dat ieder van ons ook zonder recept vandaag al kan beginnen om zijn of haar persoonlijke ingrediëntenlijst samen te stellen. Nicoline hoopt van harte dat haar onderzoek eraan bijdraagt dat mensen met Parkinson een stukje regie over hun ziekte in eigen hand terug kunnen nemen.